Nijmolense Beek gepasseerd. En dat is een van de belangrijkste beken van Emst, samen met de Smallertse Beek. En wat je hier ziet is dan, denk je, ah, prachtig waterval. En dat is niet voor niks natuurlijk. Er heeft ooit een watermolen gestaan ook. En dan wordt een beek, die wordt dan opgeleid op heel veel manieren. Om te zorgen dat je op een bepaald punt heel veel verval hebt. En met veel verval, nou, dan kun je dus een watermolen aanzwengelen, zo te zeggen. Maar ook door de beek heel langzaam op sommige stukjes omhoog te laten lopen, heel lichtjes omhoog te laten lopen, ja. Waardoor je stuwing krijgt en met hoogwater zeg maar meer delen van de beek daar boven aan de kant waar het water naartoe gaat, dat het daar hoger wordt. En als je dat heel geleidelijk doet, krijg je steeds hogere niveaus. Vandaar dat je in fase twee grote niveaus hebt in de beekdelen. En dit valt vaak op, de beek, een watervalletje of een watermolen. Maar zometeen, als je ook die kant op kijkt, we gaan zo meteen weer terug overigens. Maar dan zal ik nog wel een keer zo doen of zo. En dan valt jullie allemaal op dat we door een beekdal rijden. En dat zijn echt de open gebieden met de hooilanden erin. En op het moment staat het gras prachtig in bloei. Want in die hooilanden is het nog niet gemaaid. En dan ga ik nog een klein stukje aanvullen. Zo meteen zien we ook de weiër natuurlijk van de Kannenburg. Al die vijvers die daar liggen. Dat is puur watervoorraad voor de watermolen ook. En dit is echt een stelsel van sprengkoppen op de kaven is. En als jullie, ja, jullie hebben ze wel gezien ook, hè. Dus dit hier, dat is echt een gegraven spreng. Ja, zie je wel, ja. Dat is geen spontane beekkop. En we fietsen zo meteen zo door en dan zie je nog veel meer van die sprengenkoppen. En ik zit bijna een beetje te twijfelen, Henk, of we nog naar het Kannenburggat moeten gaan. Dat is de koffieclub, hè? Dat is de koffieclub. Nou, wij gaan het bos in. Ken je die bos? Nee, ik ga met de bos in. Ik ga de koffie. Wel of niet in de vlakte, wel of niet. Links en rechts ligt een beekdal. En dat zie je omdat dat, ja, het is gewoon een kommetje dit. Het is gewoon een kommetje. Ja. En dat is een kwelbeek. Dit is een kwelbeek. Als je hier stroomopwaarts loopt, over een kilometer, dan is er niks. Dan is er hei. Dus dat komt spontaan naar boven. En hier is hij dan wel aangegraven. Hier ligt ook een dijkje omheen. En wat het waterschap samen met